De busluis in de Karnemelkstraat in het centrum van Breda is een prima toeleverancier voor de schadeherstelbedrijven. In de zes jaar tijd dat de busluis er is, zijn er al zo'n 150 automobilisten tegenaan gebotst. Het laatste slachtoffer was een Belg van 73 die met hoofd en nekletsel naar het ziekenhuis moest. De schade aan de sluis was enorm en de brandweer moest het wegdek schoonspuiten.